Jawel, de vlog stikt in elkander. Dus welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hideremus. Jawel, en dat is nog altijd zo. Ik ga nu mij klaarmaken. Ja, klaarmaken. Ik ben al klaar. Oh ja, vandaag is het ook weer al Rode Kruisvergadering. Was ik ook even vergeten. Oh. Ja, dan moet ik ook nog een briefje zenden naar mijn lievertje. Goedemorgen, lieverd. Maak er een leuke maandag van. Spreken we straks af, want om 19:15 ben ik thuis al weg voor de vergadering Rode Kruis. Alken, die doorgaat om 19:30. I love you. XXXXX. Ik mis je. XXXXX. Voilà. Goedemorgen, Beertje. Laat het een leuke maandag worden. Dikke knuffel van mij. Voilà. Dat is dan ook weer gezonden naar mijn twee lievertjes. Dus ja, lievertjes. Zogelijk, wat Evelien van mij is, dat is een hele goede vriendin van mij. Die helpt mij ook een klein beetje verder in mijn leven. En daar ben ik haar echt heel dankbaar voor. Dankjewel, Evelien. Doe ze voort. En mijn lievertje, ja, daar hou ik zoveel van. Echt waar. Ik hou daar echt heel veel van. Voilà. Dus nu ga ik vertrekken naar mijn werk toe. Ik heb mijn box wel uittrekken. Stel je voor dat hij nu een keer ergens een pieptoon krijgt of zo. Dat niet iedereen dat moet horen. Als ik weg ben. Voilà. Dus ik ga nu vertrekken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus ik ga nu nog gewoon een check-up doen. GSM, check. Portefeuille, check. Autosleutels. Tiet. Autosleutels. Niet hier, nee. Oké. Ah jawel, autosleutels, check. Ah ja, een mesje. Die heb ik hier ook nog zien liggen. Die pak ik dan wel mee. Voilà, een mesje. Om mee te kunnen snijden. En dan go, 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 go. Allee. Ik heb mijn tanden ook al gepoetst door mensen. Jawel. Dus voordat ik opstond. Juist nadat ik opstond, heb ik mijn tandjes gepoetst. Voilà. Dan kan dat al terug weggestoken worden. Kan ik mijn autosleutel nemen. En daar viel ik weer op bijna. Ik ben er niet gewoon met die schoenen te wandelen. Nee, daar ben ik echt niet gewonnen. Dat zijn mijn nieuwe wijkschoenen, wat ik nu ook aan heb. En ja, dat wordt pas voor volgende maand. Ik ben mijn karton vergeten. Doe me toch. Maar ik moet nu wel echt door. Ofwel kan ik die nog altijd binnenbrengen bij de containerparken. Het is nog altijd niet zoveel. Burgerlijk. Burgerlijk. Burgerlijk! Mijn rugzak nemen. Een en ander daar nog uithalen. Ik ga binnenkort zo een houder kopen voor mijn GPS. En dan komt dat wel goed, mensen. Dat komt wel goed. Hup, weg. Die nog iets wel weg. Ja, hup, weg. Hup, weg. In de koffer. Ja, daar staat een bak hoor, mensen. Dus, en ik gooi dat daar perfect altijd in. Ik heb er nog niet eens in een keer langs gegooid. Misschien nu wel.
Ik weet niet. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo kijkers. Jawel, dit is pas een fragment van 22 uur. Ik ga sowieso heel eerlijk zijn. De Q&A wordt een dagje verschoven. Sorry daarvoor. Ik ga nu nog de afwas doen. Ik moet nog mijn was nog weg doen. Ik heb vandaag ook nog gewerkt. Na mijn werk heb ik ook nog een Rode Kruisvergadering gehad. Met een stemronde om te fusioneren met Wellen. En dat is bij deze ook goedgekeurd. Dus we zitten nu vanaf 1 januari 2025 zijn we dan gefusioneerd bij Wellen. Was er dan een concrete verandering? Ja, dat dan daar qua administratie en al, dat dan ook voor ons gemakkelijker wordt. Voilà. En een grotere werking dat we dan ook weer kunnen gaan aanbieden op ons grondgebied Alken Wellen. Voilà. Nu ga ik eerst nog gauw afwassen. Dus ik ga hier mijn pompbak eerst eens goed eens uitspoelen. Voilà. Ik heb zo net ook mijn wc even uitgekuist. Dus dat was ook iets nodig. Dus bij deze is dat ook weer gebeurd. Nu gauw de afwas doen, wat hier staat. Dus ik doe eerst, ja, dat is lekker aan de kant. Dan doe ik ook al de tassen erin. De stek. Voilà. En dan was ik altijd eerst de tassen af. En ik kan ook deze keer ook niet zo'n grote vlog maken, want ik zie ook wat ook weer al tegensteken in deze vlog. Is dat mijn batterij bijna plat is. Wat ik ook eigenlijk wou doen vandaag, is eigenlijk te voet gaan naar, naar het Rode Kruis. Maar daar is last minute is er ook nog een kleine verandering in gekomen. Sorry daarvoor, of anders hadden jullie weer al een mooie thuislapje richting Sporthal de Alk. Dus dat was iets langere thuislapje geweest dan die van eergisteren. Ik zal zo zeggen, of gisteren, eigenlijk van die wandeltocht naar de kerk toe. Hier in Alken. Dus ik ga ook, wat ik ook nog sowieso ook al kan toegeven, is dat ik hier ook met een collectorsbusje ga staan hier in Alken. Aan Sporthal de Alk voor geldinzameling Rode Kruis te doen. Dus dat wij dan ook weer op betere materialen kunnen aan gaan kopen. Voor te kunnen uitlenen voor onze uitleendienst. Dus ja, dat heeft alleen maar voordelen. Dus als jullie steunen, heeft dat alleen maar voordelen. In de werking naar jullie eigen ook toe, hier de Alkenaren toe. Of eigenlijk naar een of welke vereniging waar een Rode Kruis aanwezig is. En je steunt die vereniging, hoe gaat ze in het werk? En wat al het geld wat zij dan bijvoorbeeld de pleister ophalen en al ophalen, dan investeren we dat gewoon terug in onze materiaal. Dus gelijk een ambulancewagen aankoop of de ambulancewagen, of eigenlijk beter gezegd de Rode Kruiswagen onderhoud. Ja, dat kost ook allemaal geld. Dus zo bijvoorbeeld de Rode Kruiswagen is op onderhoud te laten gaan. Kost geld. Wou ik nog vertellen? Dan zijn er ook grote vergaderingspunten. Er zijn ook de evenementen gezegd. Dus wie waar weer al hoog gaan staan en al. Ik zal ook weer al helpen bij het bloed geven. Dus helpen opzetten en helpen afbreken. De zaal. Dus alles nog weer op de roei zetten en al. Dus ja, als ik daar eerst aankom, dus dat ik dan daar alles eerst aan de kant moet zetten en al. Dus ja. Ga ik terug meedoen met een cursus. Ik heb, jammer genoeg, in september heb ik gewoon altijd te veel opstaan. En daarbij dat ik de cursus niet meer kan volgen. Want ik heb evenementen opstaan, zoals X-LAN, FOM.
Dus die ook zitten aan te komen in september. Nu ben ik de handdoek aan het zoeken voor af te drogen. Voilà. Dus ja, daar staat nog een en ander nog te gebeuren. Onder Cycle TV. Gaan er binnenkort terug livestreams zijn? Ja, er gaan ook binnenkort terug ook weer wat livestreams zijn. Maar daar moet ik gewoon geduld mee hebben en al. Die komen er. Ik kan nog geen vaste datum vastspreken. Wanneer dat er echt zo is, zeg van, kijk, op die dag is echt in de livestream. En kunnen jullie er ook naar uitkijken? Ik kan dat niet. Oh, die is dus niet goed. Dan doen we die eens even terug in de afwas. Want ik ga geen vuile tassen terugzetten, hè. Voilà. Dus, ja. Ik kan dat dus nog niet. De zwemvlog is even bij tijdelijk offline gehaald. Omwille van, daar moeten nog wel een paar blurmomenten nog ingemonteerd worden. Dus dat is ook weer al voor later. Dus ja. Alles komt wel op zijn pootjes terecht hoor, mensen. Gewoon soms even eens geduld hebben. En dan zie je opnieuw weer wat Psycho TV wat vorderen. Ik doe een klein beetje terugvorderen. Of wat bijbenen van video's. Die toch achteraf eens even offline is gegaan en terug online moeten gegooid worden. Ik ben, en wat ik ook nog vandaag eens heb gekeken. Mijn allereerste vlog. Op het werk. Ik wou eens weten hoe mijn uiterlijk was dus veranderd. En ik zeg het u, die is ferm veranderd. Die is echt... Vroeger was ik echt magerder. Dat geef ik wel eerlijk toe. Dan was ik echt... ja, op mijn gewicht. Ik was echt op mijn gewicht. Die moet hier. Die moet ook afgedroogd worden. En die moet daar dan. Vork. Daar. Koffielepeltjes. Daar. En dan moet ik nog één ding afwassen. En dan zit mijn afwasser ook weer al op. En ik moet nog twee dingen afwassen. En ook nog in een bord. Voilà. En nu kan mijn water weer al weg. Voilà, en dan ga ik direct ook nog de was doen. Die moeten ook nog op zijn plaats gelegd worden. Ja, want ik heb ook nog weer al washandjes nodig om mij te kunnen wassen. Oh ja. Juist, ik telde één bord weiniger, maar die staat bij mijn vriendinneke. Ja. Ik hoop dat hij daarna ook heeft afgewassen. Normaal gezien wel. Als ik ook iets leen van haar, waar eten heeft ingezeten, dat was ik ook altijd af. Voilà. Dus en nu moet heel die wasmand nog leeggemaakt worden. En dan nog wat familie kijken en dan is het weer al slapenstijd. Oké. Dus ik ga nu nog de wasmand doen, dan weten jullie dat. Dus het is weer een mooie leuke praatvlogje geworden. Bij deze. Sorry dat ik jullie niet heb meegenomen naar het Rode Kruis toe. Mijn GoPro lag hier nog op de slaapkamer. Mijn excuses. Maar ik hoop dat jullie er toch nog wat iets hebben van gehad van deze vlog. Laat het hieronder in de reacties weten. Laat het nog eens leuke reacties achter. Dat ik ook met de Q&A altijd eens kan voorlezen en al. En dan komt dat wel goed. Dus de Q&A niet vandaag, maar wel morgen. Morgen de Q&A. Tot later allemaal. Vergeet niet... Wacht, hè. Wacht, ik moet jullie ergens kunnen neerzetten, hè. Oké, zo dan, hè.
Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik dat als altijd, als ik mijn vlog afsluit, zo. Yo, 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 yo.